what's up? Guys, I don't feel in the best mood today for vlogging, but I'm still holding myself up. As you can see, under my eyes are very puffy because I cried my ass off yesterday when I was not allowed at my exam. Mad puffy eyes, and I'm just showing you the raw me, how I am, how I'm together and stuff. I have a lot of things to do in my household. We're gonna get this done right now within 1.5 hours because you know I'm gonna push it to the limit. I feel in a better mood right now. I just had to relax myself a little bit, get back to myself and look at my past and be like, I came a long way to give up right now. So I'm not gonna give up. I'm gonna put my best effort to get this shit happy dandy up and running. It's difficult to go through things that you didn't expect would happen when you plan it out, but nothing goes as planned. God has other plans for me. Right now you see me in my baggy clothes. You know I got a baggy side because I'm a little bit gangsta. Your girl's gangsta, bro. Your girl's gangsta. Yeah, I have my gangsta side, so I have to show it a little bit. You know what I'm saying? Yeah, bro. No, just kidding. You can't be cute all the time. So normally my eyes are like this. See that? And now they're a little bit puffy. But I think if I don't say that my eyes are puffy, y'all won't know anyway. So it doesn't matter. Oh, this big forehead is just killing me right now. Anyways, get used to my big forehead or else you can't watch my videos. Then you gotta go out. Begrijp je me? Ik heb gewoon een grote voorhoofd. Accept it. Okay, so basically right now I'm going to make lasagna today. I've already made it in a vlog. But, you know, we're gonna do the bechamel sauce better now. Because, you know, my cooking needs to be popping. Just saying, I'm in for my popping cooking. So. Zoals jullie al zien, ik heb heel wat drama om te gaan regelen nu. En ik heb heel veel pijn. Nee, dat gaat niet pijn doen. Ik snap niet waarom hij Romy huilt. Omdat... Wat is dat? Wat? Ik hoorde puffen. Oh, dit is dit spel. Oh. Dat lijkt te puffen, maar het is de eend. Ze zegt nooit. Ziet iedereen mij bukken? Nee, je hoeft niet te bukken, schat. Nee, anders zie ik het toch niet in de camera? En draai je hoofd. Okay. Nee, ik had je al gesteld. Okay. Ja, gewoon gespiegeld hoor. Wat doe je nu? Wat doe je nu? Heeft hij hem al gepakt? Waarom pakken jullie niet bekers beneden zodat je kan drinken? Ik wil geen melk. Ik wil drinken tot water. Ja. Wauw. Hoe kan jouw dochter sneller dat woord bedenken dan jij zelf? Nou, Romy, Sharami, alsjeblieft. Uitlokken is echt niet mama's doel van de ochtend.
melk, pak de melk eruit. Zet het gewoon boven en mama doet het straks al dicht. En ga je zeeën weer. Echt, Britney is weer wakker. Dus altijd als Britney wakker is, gaat ze op Spotify. I'm going to first in the audition. This is poop. Oh, this is not poop. This is my dream. My dream comes true. And I'll walk with boys and out. And my mom told me. Juist. Oh, hij is helemaal gemoosterwijzer. Gemoosterwijzer. De raarste woord in mijn hele leven. You see that? All the shit's gone. Now we're just gonna comb the hair. Ik doe mijn engel. Heb ik dat time voor dus. Ik wil een keertje aan de bovenkant komen. Dat is mijn ouw, grootste droom. Dat is ouw, je grootste droom? Wat is jouw grootste droom? Om aan de top gekomen. Om aan de top te komen van Tower of Hell. Een obby-spel. Waar ik dus de hele tijd hoef ga. Want ik ben goed in obby's. Maar dit zijn obby's zonder jackpoint. Het is eigenlijk niet heel erg leuk om te zien waar, wie en wat. En dat soort dingen. Oeh, eigenlijk wikken we wel een beetje. Nee, om. Volgens mij is het gewoon geluk. Hallo! Ik kan iedereen mee. Oh ja, Lala. Oh my god. Daar dacht ik in dat ding kijk. Als ik knipper zie, dan oog in plaats van dat. Oké, Naomi, jij bent aan de beurt. Nee, schatje, blijf stilstaan alsjeblieft voor mama, alsjeblieft. Het is maar een paar minuutjes. Oh, en dan laat ze me juist doen. En dan doe mama voorzichtig. Nee, rustig. Ik weet, je bent kleinzerig door je hondje in je mond. Kan gebeuren, hè, papa, mama. Ik moet wel kunnen pakken, Naomi. Ja, ik weet dat je het vervelend vindt. Zo erg fijn doet het ook weer niet, nee, nee. Ik denk dat je echt honger hebt en je moet echt wat gaan eten. Ja, die hondje maakt je echt geïrriteerd, hè. Naomi heeft een hondje in de mond, jongens, dus zij is echt helemaal gevoelig. Een after heet dat. Door het tandenpoetsen en door de verlaagde weerstand. Tandarts gaat dat niet helpen, schat. Je moet gewoon goed beter tandenpoetsen. Welke gaat is er afgevallen? Die ding waar ik moet opplakken dat het niet eruit komt. Omdraaien. Ik kom eventjes tegen je oor aan. Het helemaal alsof haar oor eraf is gevallen. Moet je niet doen.
Jongens, ik heb iets leuks meegemaakt. I was like going to bring the kids to school, but it was raining too much. This one wants milk, so it's gonna come with me. But it was raining too much, so I asked Rish if he can drop them off. And going downstairs, going to my scooter, what do I find? A windshield. Because my windshield is broken. Look at this video. This is the reason why I believe in God. Look at my windshield. It's broken. And somebody was so kind enough to put a new windshield on my scooter for me to drive the kids to school. Like, I love God. God is big. God is huge. If you don't believe in God, to have a spare one, I really don't know who put it. And put it on my scooter for me to replace it. That's so sweet. Thank you so much. I don't know who you are, but I'm very grateful. And I love the way God can put people to do good intention, because ever since I've been praying every day with my kids, doing breakfast, dinner, and evenings before going to sleep, we've been praying almost 5 times a day. Like, it's not even serious, but it doesn't mean I'm a good Christian, and I'm not trying to judge like I'm a saint or some shit because I make music and that's so not Christian. Let's leave that for that. Let's separate the things. Where God works, it works. Where money works, it works. Where music works, it works. Anyways, I separate everything because I know where my heart is. So freaking cute. Like, who would expect that? You wake up and I've been complaining about this windshield, thinking about this wheelsheet. I was like, how am I going to replace this? And then all of a sudden, somebody gave me their spares. God is huge. That was my testimony about my scooter. It starts with little things. Imagine the big things God is going to put on my path for me. So I'm so excited. And I'm trying to work on my fears. Because where there's fear, there's no faith. So basically, my faith just needs to be bigger and bigger. That everything is going to turn out pretty fine. Nederlands wilde horen. Ik vind het gewoon mooi hoe God goede intentie in de mensheid kan plaatsen. Om goede dingen te doen. Iemand had een reserve. En heeft het geplaatst op mijn scooter. Zodat ik het kon vervangen. Het kost me wat minder. Ik heb al 3 kinderen. Dus het is gewoon een blessing. En ik waardeer het hartstikke erg. En ja, goede intenties komt alleen maar uit liefde. En God is liefde. Dus voor mij is het, komt het van direct van God. Dat is de uitleg. Oké, nou. Nu moet ik minder bang zijn voor de grote stappen die ik ga nemen. En dat betekent dus dat mijn geloof gewoon moet gaan groeien. Zodat ik die dingen kan bereiken. En dat ik minder ga aarzelen over hoe goed God kan zijn. En hoe groot Hij is. En hoe dingen kan laten gebeuren en beïnvloeden. Oké dan. That was it for today. That was a little bit of a belief. And we're gonna get...